Beste luisteraars, u luistert nog steeds naar de uitzending van Damsko Somitang. Er is, u weet het allemaal, we leven in een COVID-tijdperk. En dan worden mensen daarom ook heel vaak opgeroepen om ook zich te laten injecteren, om het maar zo te zeggen. Dat je dus in elk geval op die manier beschermd raakt. Om niet besmet te raken met de coronavirus. Ik heb begrepen dat er in het nieuws vandaag het een en ander hierover gezegd is. En niet zo positief over Surinamers van zowel Afro als Hindoestaanse afkomst. Ik heb iemand aan de telefoon en die gaat ons het een en ander vertellen hierover, wat ze gehoord heeft. Als het goed is, zo, we gaan proberen nu over te schakelen naar mevrouw Adema. Ja, ben je daar? Ja, ik ben er. Oh, wie hebben we aan de lijn? Ik ben Natasha Adema. Ja, Natasha Adema, inderdaad. Zeg het maar. Ja, nou, ik heb al een hele tijd, vorig jaar toen de corona pas begon, heb ik, omdat ik me erg ernstig zorgen maakte over Surinamers, onze eigen mensen, de manier hoe ze omgingen. Er waren al vanaf het begin signalen dat er problemen waren in Suriname, zowel dat mensen zich niet hielden aan de afstandsnorm, dat ze het niet zo nauw namen hebben voor Suriname. Een actie gedaan waarbij we mondkapjes hebben gekocht en dat die zijn verdeeld. Het werd stil en op een gegeven moment er waren al signalen dat er ook hier in Nederland onder de Surinamers bijzonder veel sterfgevallen waren. Maar niemand had daar cijfers over. Niemand had daar gegevens over. Het was in Rotterdam bekend dat er een bejaardentehuis, een verzorgingstehuis, op de Middenweg, geloof ik, heette daar, dat er heel veel mensen zijn gestorven. Onder andere Hans Prade, die hielp daar als vrijwilliger en die is ook gestorven. Er zijn een heleboel oudere Surinamers waarvan ik zeker weet dat ze het niet gered hebben. En dus vandaag, vanavond op het 8 uur journaal, zeiden de journalisten, dat er vooral onder de Hindoestaanse, en die staan met stip op nummer 1, en daarna de Afro-Surinamers, dat er onder die twee groepen bijzonder veel coronagevallen zijn. En dat met name de Hindoestaanse Surinamers eerder sterven aan corona. En dus de Afro-Surinamers staan op de tweede plaats. Ja, er was een week of twee geleden, stond er al een artikel, dacht ik, in de Volkskrant hierover, waarbij inderdaad gezegd werd dat met name de Hindoestaanse gemeenschap getroffen wordt door COVID. Klopt. Maar dat waren, het zijn steeds geruchten geweest. En men praat steeds over het feit dat mensen zichzelf niet kunnen beschermen, omdat zij, bijvoorbeeld in Engeland, is het hetzelfde geval, waarbij ook mensen uit het Caribisch gebied vaker getroffen worden door de COVID, want zij werken ook op de eerste lijn in de zorg. Dus veel vrouwen van Afro-Caribische afkomst, die zijn getroffen door die corona en sterven ook vaker. In Amerika zie je hetzelfde patroon, dat Afro-Amerikanen veel eerder sterven. Dus het ligt eigenlijk in de lijn der verwachting. Ja, maar hoe komt het eigenlijk? Hebben ze ook gezegd waardoor het komt? Nou, men denkt, laten we even heel blunt, even bot zijn. Die COVID, die corona, dat wordt een ziekte eigenlijk. Vooral was het eerst de ziekte van mensen die aan het jet zetten waren. Travel. Nu is het een ziekte. Het wordt een ziekte van mensen die zich niet kunnen beschermen, omdat zij met elkaar wonen. Multigenerationele huishouding. Dus moeder of moeder, grootmoeder, kleinkinderen, die wonen allemaal bij elkaar.
in woningen, in veel te krappe woningen. Dat is dus gezegd over Engeland. Het zijn vaak ook woningen waar mensen zich niet kunnen terugtrekken. Dus je kunt je niet isoleren, je kunt je niet beschermen. Maar ook is het zo dat die groepen vaker laagbetaalde banen doen. Dus laagbetaalde functies hebben. Schoonmaken, verpleeghulp. En die komen eerder in contact met, zeg maar, besmettingshaarden. Maar ook is het zo dat in die groepen men ook minder informatie heeft. En daarom heb ik gebeld. Omdat het belangrijk is dat die informatie die we nodig hebben om onszelf te beschermen. Je moet afstand houden. Je moet je handen wassen wanneer je thuis komt. Je moet je handen wassen voor je de straat opgaat. Je moet niet in je gezicht zitten. Je moet met een masker oplopen. Een masker kun je kopen bij de Action voor een luttele prijs. Ook een masker, een drielaags masker. Dus bescherm jezelf. Daarnaast is het belangrijk dat ook onze mensen zich massaal laten vaccineren. En daarbij kan de politiek, dus met name, ik vraag me altijd af als dit soort dingen gebeuren, waar de leiders zijn van de gemeenschap. Dus wie zijn de leiders van de Surinaamse gemeenschap om met de mensen te gaan praten, om te vragen van luister, kijk, het is in jouw belang dat jij dat doet. Want het is geen ziekte om mee te spotten. Ja, ik bedoel, toen ze mij belden om gevaccineerd te worden, maar ik had niet eens het idee van AstraZeneca of geen AstraZeneca. Ik ben direct gegaan, de volgende dag. Ik kon eerder een vaccinatie krijgen en ik ben direct gegaan. Ja, en toch zijn er heel veel mensen die zeggen van nou, ik ben niet ziek, ik leef ook gezond. Dus ik hoef geen vaccinatie te hebben, want mensen die vaccineren, die gaan eerder dood, zeggen ze dan. Dus laat dat ook niet waar zijn. Het is eigenlijk een wonder dat er binnen anderhalf jaar de farmaceutische industrie binnen anderhalf jaar in staat is geweest, wat ze niet is gelukt met de AIDS-vaccin. Het AIDS-vaccin lukt niet. Maar dit is ze wel gelukt. En niet één. Er zijn nu op het ogenblik 4 goede vaccins op de markt. Dat Russische vaccin is een goed vaccin. Dit van die Chinezen is een beetje mindere kwaliteit. Maar er komen ook nog meer die goed van kwaliteit zijn. Dus er is geen reden. Er is ook geen reden om aan te nemen. Ja, maar toch wordt er gezegd. Ik speel dan advocaat van de duivel. Ja, ja. Dat er toch mensen zijn die zeggen van ja, trombosegevaar, mensen gaan daar dood aan, dus we willen het risico niet lopen. Met het gebruik van de pil, ja, van de anticonceptiepillen, laat me daar ook geen verhaal over houden, want ook daar zijn er issues over. Maar laat me zeggen, mensen die de pil nemen, lopen eerder kans om diezelfde trombose, die diepveentrombose waar ze het over hebben, dus trombose in de diepe aderen te krijgen, dan wanneer ze een vaccin krijgen. Er zijn 100.000 geprikte, bijna 1 miljoen geprikte, en er zijn 12 gevallen. En natuurlijk ga je nu horen dat er 12 gevallen zijn, omdat het heel groot in het nieuws is. Maar van de griepprik hebben ook vele mensen last. Maar het is ook aan te raden dat als jij diabetes hebt of hartproblemen, dat jij een griepprik neemt. Maar dat je zeker gaat om een COVID-vaccinatie te nemen. Want wat is het, wat wil je nou? Wat is het alternatief dat je toch corona krijgt met een onderliggende kwaal zoals diabetes of hart? En dat je dan opgenomen wordt en dat je happend naar adem je einde ziet komen? Dus dat zijn de vooruitzichten voor de mensen. En mensen laten zichzelf opjutten, ze laten zich opjutten door allerlei broodje-aap verhalen. Terwijl er voldoende informatie is, laat je voorlichten. En dat vind ik belangrijk, dat de mensen, dus daarom bel ik ook, de mensen die dat moeten doen. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor onze eigen gemeenschap en we moeten zorgen dat men zich laat vaccineren.
dat men zich laat behandelen, dat men zich laat testen. Hoe heet dat vaccin weer waar de meeste mensen erg bang voor zijn? Ze zeggen zelf dat het in Nederland niet gebruikt wordt, of het gaat weg. Sommige mensen in Suriname zeggen van Nederland heeft Suriname 700.000 vaccins beloofd en het zou allemaal gaan om... AstraZeneca. Die AstraZeneca, er zijn heel veel Surinamers met AstraZeneca geprikt. En die mensen, de meeste die ik zie op Facebook en die daarover praten, zijn allemaal hartstikke blij met het vaccin. Dat vaccin heeft veel mensen in de hoofdstad beschermd, met name de ouderen. De onderwijzers zijn ermee geprikt. Veel verpleegkundigen zijn ermee geprikt. Staatsolie heeft een prikdrive georganiseerd. De Parbobier heeft een prikdrive georganiseerd. In Engeland hebben ze de meeste mensen met AstraZeneca geprikt, omdat het door Oxford University in Engeland is ontwikkeld. En in Engeland zijn er, in de gebieden waar ze de mensen hebben gevaccineerd met AstraZeneca, is het percentage opnames, het percentage dodelijke coronagevallen, is significant naar beneden gegaan. Dus met andere woorden, de mensen laten zich opjutten. AstraZeneca heeft een slechte naam, maar bij Moderna, niemand vertelt dat Pfizer bijvoorbeeld ook problemen kan veroorzaken. Moderna veroorzaakt problemen. Als je een medicijn neemt, welk medicijn dan ook, als het nou gaat om diabetes, veel van onze mensen hebben diabetes, zitten aan de metformine. Nou, metformine, daar kan je heel veel bijwerkingen van krijgen. Geen enkel middel zit zonder bijwerkingen. En dus wij moeten, dat moet voor het voetlicht. Dat moeten de mensen gaan weten. En dat is belangrijk, want als het betekent dat wij als Surinamers met stip op nummer 1 staan voor wat betreft de sterftegevallen, dan doen we iets fout in onze community. En dat kan niet. Dat kan niet. Ja, ja. Dus met andere woorden, vandaag is het in het nieuws geweest en men heeft met name gezegd dat Surinamers van Afro en van Hindoestaanse afkomst, eerst Hindoestanen op de eerste plaats, maakt allemaal niet uit. Het gaat om Surinamers, dat we in Nederland het meest getroffen worden door deze coronavirus. Ja, en dat wij ook het vaakst sterven. Als we het krijgen, sterven we ook vaker. Dat komt omdat veel Surinamers onderliggende, dus comorbiditeit, onderliggende kwalen hebben, zoals diabetes, hoge bloeddruk, hartproblemen, overgewicht, waardoor we sneller sterven. En dat betekent dat als dat zo is, dat jij dan beter moet letten op je gezondheid. Dat is één, je moet beter eten, gezonder eten, minder suiker en dat soort dingen. Maar je moet ook zorgen dat je je kan beschermen, anderhalve meter afstand. Mensen niet zoenen, geen handen schudden. Maar bovenal, als die oproep komt van de GGD of van de huisarts om je te laten vaccineren, ga naar de huisarts en ga naar de GGD, maak een afspraak en laat je vaccineren. Dat is wat we moeten doen. En alle andere dingen, ja, dus de man dat de osso dressie, dat is aan dat de uroko toe. Maar de osodressie neuroko, dat is niet bewezen. Niemand moet komen zeggen dat ik drink maar sani, toe ik zie. Ja, we hebben een gesprek met dokter Grap gehad en hij heeft ook gezegd van dat werkt niet met die osodressie. Zorg ervoor dat je gewoon laat inenten. Precies. En dus al die dingen, want die sterke verhalen die hoor je ook de hele tijd van dit en dat en allerlei verhalen de hele tijd ook op social media. Er zijn iemand die heeft eergisteren geschreven dat ze een aantal mensen kent vanuit de Surinaamse gemeenschap. Die door de kinderen werden opgehitst om zich niet te vaccineren. En die mevrouw die schreef, en nu zijn al die mensen overleden. En dus we hebben echt een probleem ook met het vertrouwen in de artsen, in de gezondheidszorg. En dat begrijp ik. Dat is niet alleen gezegd over de Surinamers. Dat is ook gezegd in het geval van Amerika. Dat zwarte Amerikanen,
African Americans dat die problemen hebben omdat zij vaker omdat er ook gediscrimineerd wordt. Dus al dat soort dingen spelen een rol. Maar ik denk dat je dat wij onze eigen artsen en onze eigen gezondheidswerkers, maar ook onze eigen politici, ja, laat de mensen die wij kiezen, laten wij ook, die moeten ook komen en gaan komen praten met de mensen. Dat moet gebeuren. Want op deze manier, kijk, op het moment dat zij jou dit zeggen en dat dit in het nieuws komt, vandaag met harde cijfers, dan weet je ook dat het goed onderzocht is. Het geldt voor Amsterdam. Ga ervan uit dat het ook in Den Haag zo is, dat het ook in Rotterdam zo is, in Utrecht. Dus daar hebben we een probleem. En daar is er werk aan de winkel. En dat betekent dat je mensen, dat we niet naar elkaar gaan wijzen van jij moet het aanpakken of jij moet het niet aanpakken. Laten we collectief gaan werken en zorgen dat ook die mensen zich laten vaccineren. Okay. En dat men zich dus echt gaat houden aan de regels, anderhalve meter afstand, handen wassen en social distancing. En zo, dat gebeurt. Goed. Natasha, ik wil je heel hartelijk dank zeggen voor het feit dat je in elk geval hierop wilde wijzen. Dankjewel. Oké, Natasha. De luisteraars, prettige avond. Goedenavond. Goedenavond. Bye-bye.